In Jeffrey Stamsma. En dat is al de hoogste rijder eveneens in Nederland, dames en heren, nummer 2, William Kreitz. En gaan we langs over naar de derde rijder, eveneens uit Nederland, Renny van der Wielen. Dames en heren, komt uit Nederland en dat is Nigel Hummel. Voor de vijfde rijder gaan we de plas over naar Groot-Brittannië. Je gaat voor Ben Trigger. Los waren hier in het Elsel Stadion. Gaan we terug naar de grens over naar Nederland en dat is Ruben Geitema. Dan komt daar een gesprek mee. Rijden ook in de Tsjechische, de Duitse competitie. Hier vandaag zeg maar Nederland trainen, dat was eigenlijk een stukje stop. In Nederland, alles baan! Recht achter en achterna gezeten hier in de aankomst, dames en heren, even is in Nederland. Je gaat het voor Lars Zandvliet. Dat is de voorstelling om hier gaan we naar Nederland voor het nummer 9. Ja, naar voor Dennis Smit. Uit Duitsland, hartstikke welkom en voor Dennis Elver. De Nederlandse schrijvers en ik kan nog weer internationaal komen uit Nederland. De laatste die ze voorstellen met de nummer 11 is Pascal Zwart. De laatste rijder in de categorie internationale dames en heren uit Nederland is Mike Meijer. Zeven rijders in de categorie internationaal met de nummer 13 uit Nederland, Michael Rans. Nou, dames en heren, de eerste rijder, om het te zeggen, de rijder hier uit ons eiland, de rijder hier uit België, de nummer 14e, Johnny Knauwe. Voor de volgende rijder gaan we terug naar Nederland, rijden op een 250cc machine, Bjorn Boersma. Soms met het nummer 16 is dat Axel Friedan. De volgende dames en heren met het nummer 17 krijgen we de winnaar van de vorige editie hier in Huissen-Zon, of moeten we eerder zeggen, de winnares, de lady lady op de speedwaymachine, Renke Seibesma. Dan de tweede wereld in actie hier, dames en heren, deze categorie der nationale. Met nummer 18, Peter Rogiers. En dan krijgen we de laatste rijder in de categorie der nationale. U kunt ervoor stellen, dames en heren, terug uit Nederland, Roy Pasveer.
even klappen voor de heer. Waar we zien dat nog een aantal dames een opwachting gaan maken. Met 6 zijn ze in totaal, dames en heren, met dan de koppen met nummer 20, Fabien de Jonge. Al derde hoort met de nummer 21, en dat is niet mee. Ah ja, ik heb de bal gisteren hier door de bochten zien vliegen. Zeker een man met de nummer 95 op de machine om in de gaten te houden. Maar we gaan snel naar de volgende rijder met de nummer 22, Stijgo Oesma. U weet dat de jeugd, dames en heren, is de toekomst. Op nummer 23 komt eraan, gisteren ook in de trein vrij goed door de bochten. Iedereen zei Nederland, dat was alle 6 komen hier uit Nederland, is Dominique Haminga. En denk verder, want ze komen verder. De voorlaatste rijder van de categorie, Gary Jeugd, is Lester Matthijssen. En als de naam er niet is, is de laatste opnieuw een dame in de categorie. De jeugd met de nummer 25, Sanne Meijerink. Opnieuw, dames en heren, categorie naar zijspannen. Met opnieuw een wedstrijd tussen België en Nederland. 2 Belgische teams en 2 Nederlandse teams. Deze zijspan, dames en heren, komt langzaam maar zeker naar de start. Zij de aankomstzone. Zij hebben nummer 6 op een zijspan. Het is een volledige Belgische combinatie, dames en heren, van Antijn Martens en Sandra Jamers. We blijven een ander voor, dus nummer 45 hier direct, dat is Klaas Kregel en Dijsiri Holstein, die als eerste naar hier komen. Dan zien we inderdaad de nummer 61 als tweede, de Belgische combinatie Joachim Martens en Des van de Zonhoorn. Dan krijgen we uiteraard wel met het nummer 6, die is vermeld werden van Martijn Martens en Sandra Jamers. Last but not least, de laatste zijspancombinatie die we nog kunnen voorstellen voor wat de Duitse speedcraft kunnen beginnen. Dat is nummer 44, de combinatie uit Nederland, Davy Dolle en Marcus Stork. Zoals al gezegd, dames en heren, de laatste die we gaan voorstellen, dat zijn de speedcards. Een clubje uit Duitsland, er ook allemaal Duitse rijders. Ik heb Tino Vrien in zicht dat ze allemaal voorgehouden zijn. Normaal zou nummer 14 als eerste moeten tevoorschijn komen, dat is Axel Boske. Dan zou er gewoon van nummer 17 en 30 Rempe, dat zouden de eerste twee rijders moeten zijn, klopt ook. Die komen langzaam, maar zeker, maar straks zul je zien dat het geluid die flink de hoogte gaat, even als op de snelheid en met wat de droogte uiteraard de stof. En dan zie ik met het nummer 32, dat is Ingo Dottiné, die als volgende opkomt. En dan zijn we aan het kijken naar de nummers van de speedcards. Voor de rijder is met het nummer 40, dat is Marco Daas. We hebben er ondertussen hier al 1, 2, 3 staan. We hebben op de vorige rijders dadelijk. Dat zijn nog de 4, dat zijn nog de 4 laatste speedcars. Die zijn ondertussen op de baan. De 56, dat is Jochen Saften, die zich vervoegt hier aan de groep van de speedcars. We hebben nummer 88, dat is de enige dame in de dienstgeweld van de speedcars, en dat is Corine Renman. Dan krijgen we nog 1 speedcar denk ik die zich moet aanbieden hier in de rijderspresentatie. Die dames en heren, hele bende die
voor u een bijzonder leuke sportieve video naar de dag gaan maken. En de laatste rijder is hier het aanbod nummer 31 is Marcus Bort. Zo dames en heren, een behoorlijk breed gamma aan rijders hier in het Helsum Stadion. Die vandaag gaan uitmaken wie in hun categorie uiteraard de beste is hier in de Speedway Masters op zondag 26 juni. Zo, iedereen is ondertussen uitgestapt, staat langs zijn wagen en is opgezet, dames en heren. Dit zijn voor deze namiddag de smaakmakers voor deze Speedway Masters. Voor je applaus voor alle deelnemers hier in het Helsum Stadion in Husum. Thank you.